Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht, we gaan net nog een video maken. Ik vond het wel leuk om te doen. Dus we gaan zien welke boodschappen er vandaag mag gedeeld en gezegd worden. Ik probeer in deze video's ook altijd wat coaching al mee te geven. En ja... Ze zijn tips en tricks om doorheen het ascensieproces te gaan. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Uiteindelijk is het ook gratis content. Als je meer van mij wilt leren, dan kan dat via de verschillende online trajecten, online cursussen die ik gemaakt heb. Omdat ik ook mij meer en meer ga richten op die stukken en minder op het één-op-één werken. Omdat ik dan op die manier mijn energie het meeste kan gaan... met mijn energie het meeste impact kan gaan maken. Ik weet niet, mensen die bijvoorbeeld... die bekend zijn met het human design. Die daar meer over weten. Ik ben een manifester en dat betekent dus met een spleen authority. Dus dat betekent dat ik niet over... oneindige energie bezit. Dus dat betekent dat ik heel goed moet luisteren op welke manier dat als ik 's ochtends opsta, de 100% energie die ik heb, dat ik die moet gaan inzetten en gaan gebruiken. En ook hier volg ik mijn intuïtie. Even kijken wat op de camera staat. Ja, voilà. En nog één. Ik voel dat we onmiddellijk al in de richting van mannelijke en vrouwelijke energie gaan. Dus dit is het collectief, dit mannelijke en hier komt de vrouwelijke. En de reflection kaart en omgekeerd. Dat is eigenlijk de hermit kaart, de solar deity. Dat is eigenlijk de bron, de centrale zon, de eenheid van... van alles wat is. Oei, die kaart is roter, dus die kan ik niet zo dicht tonen. Maar dus, je ziet hier ook, ik weet niet meer, oké, jullie zien dat wel. Dit is een paard met vleugels. Als ik naar dat paard kijk, dan krijg ik onmiddellijk het gevoel van de diamantenenergie. Dus dat is waar dat centraal staat. Meer en meer mensen die... naar die eenheid, naar dat eenheidsbewustzijn gaan, die meer en meer leren met de diamantenenergie te werken. En waar staat de mannelijke collectieve energie en de vrouwelijke collectieve energie op dit moment? Dan zien we dat de mannelijke energie vooral bezig is met stukken rond orbs. Dus orbs is de mentale energie. En hij is dus aan het, dus je ziet ook die man hier die aan het denken is van ja, als ik nu die redder ben en ik ga mijn aanbod gaan doen, of ik ga naar buiten treden, of ik ga mijn waarheid gaan spreken, want dat is ook de blauwe kleur die verbonden is met waarheid, spreken en jezelf zijn. En ook eigenlijk, de blauwe vlam is ook het stuk waarin je kiest om je vrije wil te gaan gebruiken in functie van je zielsmissie. En dat is hetgeen waar de mannelijke energie eigenlijk op dit moment mee bezig is. Gaan kijken van oké, hoe kan ik dat nu gaan doen? Hoe kan ik daar meer zelfvertrouwen in krijgen? Hoe kan ik dat gaan doen zodat ik ook succesvol ben? En dan hebben we de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie is uiteindelijk de hele tijd blijkbaar in hermit. En ik zeg blijkbaar, maar eigenlijk is het wel zo. Ja, dat klopt ook wel. En dus in hermit mode, dat is het stuk van naar binnen gaan. Dat is ook heel eigen aan de vrouwelijke energie. Maar natuurlijk, het probleem is vaak bij veel vervormde vrouwelijke energieën of uitingen van vrouwelijke energieën, is dat ze te weinig naar buiten gaan. Dus dat ze eigenlijk te weinig de verbinding maken met de mannelijke energie. Als dat gaat voor jezelf, hè, dat je te veel blijft gaan zitten, dat je te veel cursussen gaat volgen, dat je te veel gaat blijven studeren, dat je te veel in denkmodus van, of brainstormmodus, of nieuwe ideeën, of anders gaat gaan doen, en niet standvastig in het stuk van actie nemen, structuur aanbrengen, naar buiten komen. Naar buiten gerichte energie dus. En dus, het is tijd dus dat, eigenlijk een stukje hetzelfde, dus dat... de vrouwelijke energie wegstapt uit het stil zijn, uit de kluizenaarsmodus en naar buiten komt om het licht te volgen. Het is mooi ook, je ziet hier het licht, je ziet hier ook dat stralende licht, het passie volgen. En hier eigenlijk ook rond die orb, dus rond die bol, kun je ook daar die
passie, die stralende energie zien. Eens zien wat dat er nog mag gedeeld worden in deze video. Einde van vaste structuren, veranderen van oudheden is het woord dat ik hoor. Ik denk dat dat wel bij heel veel mensen duidelijk is. Dan hebben we de duivel ondersteboven, de Three of Pentacles. De negen van bekers omgekeerd. De page of van zwaarden, dus ook van dingen. En dan zie je ook die Caduceusstaf, ook het teken van Mercurius. Dus dat weer ook weer sowieso een gedachte in communicatie. Oeps, dat is er te veel. Ik ging zeggen nog één, maar het zijn er dus nog twee. Oké. En die horen dus ook samen. Dus ga ik die, kun je dat zien? Ik kan het zo doen. Dus dit is de 9 van zwaarden en erboven de 9 van pentakels. Omdat dat uiteindelijk het resultaat is waar we naartoe gaan werken. We hebben hier de duivel omgekeerd. De duivel omgekeerd, dat zegt dat we eigenlijk door het feit dat we dus hier een stuk uit die vervormde mannelijke en de vervormde vrouwelijke energie stappen. En als je de video van de vorige laatste video bekeken hebt, dan ga je ook zien dat dat ook een heel groot thema is om de geheelde vrouwelijke energie echt nu te gaan belichamen en in te zetten in, op wereldschaal, op collectief schaal. En dus dat betekent ook dat we alle patronen, alle mechanismen die we vroeger gebruikt hebben om onszelf te beschermen of om ons te weerhouden van tekort of van hongersnood zelfs, of dood, of wat dan ook, of misbruik, dat we die patronen en eigenlijk de illusies er rond gaan zien. Dus we laten ons niet meer verleiden door de duivel, maar we zijn naar binnen gegaan, vandaar ook hier ook die, ik zou bijna zeggen een bloem, want het is niet echt een bloem, het is eigenlijk echt energie, een soort energetische bol. En het mooie is, als je het zo bekijkt, is eigenlijk een omgekeerd hart, als je dat zo ziet. Dus maar we gaan naar binnen, we zijn naar binnen gegaan en dus door het proces dat we gegaan zijn, want dit is nu, dit is de toekomst en dit is wat we eigenlijk voorbij gehad hebben. Dan hebben we hier en daar wel wat successen gehad, maar dat werkt niet meer. Dat brengt geen vervulling niet meer. Dat brengt niets meer wat het ons vroeger succes, geluk, overvloed, al die dingen bracht. Maar vanuit de verkeerde energie, vanuit de vervormde energie, vanuit wonden en pijn, dat werkt niet meer. Dus moeten we gaan leren van oké, maar moeten we het dan op een nieuwe manier gaan doen? En dus echt in de onbekende gaan stappen. En je ziet ook hier op deze kaart, die hier staat, is ook een man. En dat is dus voornamelijk ook die mannelijke energie. Dus de vrouwelijke energie is klaar met naar binnen gaan en heeft heel veel dingen geshift en geheeld. Het is nu al de mannelijke energie om haar wat bij te benen. Zie, wat bij te benen. En dat is hier ook de Caduceusstaf. En dat is ook een teken van tweelingvlammen. Dus ook die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat ga je ook zien meer en meer in de communicatie de komende maanden. Dat die mannelijke energie wel ook gaat kijken naar zijn eigen vrouwelijke energie in zichzelf. Dus die eenheid in zichzelf. Dat gaat ervoor zorgen dat zowel mannelijke als vrouwelijke energie in staat gaat zijn om al de zwaarden die in hun rug zaten, waarmee dat ze gekwetst waren, al de wonden eigenlijk, om die te kunnen neerleggen en los te laten, om die uiteindelijk te kunnen vervangen door munten. Dus alle zwaarden, 9, worden 9 munten. 9 munten, omdat ze dan eigenlijk, niet dat je ook een 9, maar dat is die vervullende energie, dat op een emotioneel vlak. Dus bij een mannelijke energie gaat het eerst eens zich tonen in het fysieke, dus een munten, het aarde-element. Omdat zij vanuit de onderste chakras hun leven gaan vormgeven. Terwijl de vrouwelijke energie haar leven vormgeeft vanuit de bovenste chakras. Dus de vrouwelijke energie moet eigenlijk leren om veel meer te gronden en van daaruit dan dingen vorm te geven. En de mannelijke energie doet dat omgekeerd. Vanuit het fysieke, vanuit impact dat ze op een fysieke omgeving hebben, zijn ze in staat om, hoe moet ik dat zeggen,
om die verbinding met hun eigen emoties, met hun eigen mannelijke, vrouwelijke energie, verder vorm te gaan geven. Eens zien wat dat is dat de mannelijke en vrouwelijke energie nog aan schaduw hebben. Voor de Emperor, dus de mannelijke energie, gaat het over order, de structuur. Maar hier ook weer het teken van de ram. Dus dat doet mij denken aan de volle maan die laatst geweest is. Met logica, stabiliteit en plannen. Dat is net hetgeen wat ik ook daarnet zei. De grootste uitdaging van de mannelijke energie is om eigenlijk los te komen van het bedenken, van het plannen en ook te leren meer in dat vertrouwen en in die overgave te gaan. Dus meer te vertrouwen ook in de intuïtie. Waar de vrouwelijke energie dat van nature uit al veel meer doet. En de vrouwelijke energie geeft als schaduw, dus als werkpunt, soul identity, dus de identiteit van haar ziel, en familie. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. En wat ik hoor is dat het hier voornamelijk gaat over het verschil tussen biologische familie en zielsfamilie. Je kan mensen hebben waar je veel meer mee verbonden voelt, omdat zij deel uit maken van jouw zielsfamilie. En dus dat je eigenlijk in essentie een veel diepere band en connectie mee hebt dan met de mensen die jouw familie van bloed, dus biologische familie zijn. Dan, welke energieën werken of kunnen jullie samen meewerken deze week? Dat is aartsengel Samuel met nieuw beginnings, nieuw begin. En deze kleur, ik ga er zelf bewust geen naam op zetten, want voor iedereen zijn kleuren anders. Ik zat het in mijn kinderen over geuren, kleuren en smaken valt niet te discussiëren. Want je weet natuurlijk niet hoe dat de andere persoon dat ervaart. Voor de mannelijke energie is dit ook een belangrijke kleur, hoor ik. Welke kleuren en vlammen kunnen we nog deze week mee werken? Raziel met Retreat. En je ziet daar ook in de bol verschillende kleuren. Retreat kan ook zijn gewoon een half uurtje per dag dat je gewoon gaat gaan zitten. Alles met een tas koffie in de tuin. Dat je verbindt met de aarde. Op je blote voeten lopen, net zoals je hier op kop ziet. Op de blote voeten door het water op het strand. Het maakt niet uit, maar dat je de tijd neemt om je te verbinden met jouw essentie. En dan hebben we ook nog, ik wil altijd hard horen. Dan hebben we ook nog aartsengel Sandalfon, dat is de aartsengel van de aarde. Of die beet meer verbonden is met de aarde. En dat is de energie van waaruit je mee kan merken en love. Je hebt hier ook, ze zijn meester Sananda, maar eigenlijk is dat aartsengel Sandalfon. Maar hij lijkt er wel op met de baard en het lange haar natuurlijk. Wat hebben we nog? Oké, we hebben een aantal boodschappen van de vlammen en dan om terug naar eenheid en liefde te komen. Wat zijn de boodschappen om terug naar eenheid en liefde te komen? Oké, een zielsconnectie creëert kracht. Dat is ook zo. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Dat is hetgeen dat ik daarnet ook gezegd heb. En het is vanuit een open hart dat we in staat zijn om vanuit de hogere energieën op een andere manier te gaan manifesteren. En zolang dat we dat niet doen en zolang dat we te veel controle houden en de dingen willen gaan bedenken om onszelf te beschermen, dan zetten we ons eigenlijk vast. Het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. Ook zo naar geld. Zie geld als voor wat het is. Geld is energie. En geld kan je ook liefde geven. Een doorbraak komt wanneer je doorheen je eigen beperkingen breekt. Dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb. Het gaat er niet over van hoe dat universum je tegenhoudt. Het gaat erover van hoe dat je jezelf saboteert en jezelf tegenhoudt. Wat zijn de dingen die je denkt? Wat maakt dat je dingen nog niet ontvangen hebt? Is omdat jij slechts naar één deur kijkt. Terwijl dat er misschien 100.000 deuren open zijn waarop dat het universum kan voorzien. Maar als jij altijd maar naar één deur kijkt, dan laat je geen ruimte aan het universum om voor jou te voorzien.
Soms doen we alsof, omdat de werkelijkheid vrezen. En dat is ook zo. En dat is hetgeen wat ik ook gisteren in die video zei. Je kan fake it till you make it, je mag dat perfect doen. Maar het moet vanuit de juiste energie zijn. Als het niet vanuit de juiste energie is, dan ga je het ook niet krijgen. Integendeel, dan ga je meer... ik zou bijna zeggen, meer kwaad dan goed. Maar vooral dat je jezelf gewoon veel meer gaat tegenhouden. Wat zijn de boodschappen van de universele vlammen voor de kijkers van deze video? Je hart opent zich verder. Via onze relaties leren we onszelf kennen. Dat is ook zo. En dat betekent ook niet dat we daarom moeten in relaties blijven zitten. Wanneer dat het de lessen gediend heeft, dan is het oké om mensen los te laten. Je logische verstand leert wat je ziel en hart reeds weet. Dat is moeilijk. En dat heeft ook te maken met die overgave. Het is niet jouw verstand die aan het roer of aan het stuur staat. Nee, wel je hart en vooral nog meer je ziel. Laat het afhankelijk gevoel los met de gouden vlam. Dat kan in situaties zijn, dat kan naar materie zijn, dat kan naar geld zijn, dat kan naar alles toe zijn. En dan zeg je gewoon van, ik roep de gouden vlam aan en ik vraag de gouden vlam om alle vormen van afhankelijkheid die nog in mijn energie werkzaam zijn, om die te transformeren. Dit of iets beters. Dank u, dank u, dank u. Dus je ziet, werken met de vlammen is heel eenvoudig. En wil je dan meer, wil je erover specialiseren als het ware, dan kan je de online cursus of het online traject, die loopt over 9 weken. Je kan daar ook meer tijd over doen, dat is geen probleem. Maar daarin leer je nog dieper te werken met de vlammen. Dan krijg je ook verschillende transmissies. Specifiek gebaseerd op de verschillende fasen van het ascensieproces. En kan je eigenlijk jou als één ascensieproces een stukje gaan versnellen. Waar dat natuurlijk mag en kan volgens jouw team. Ik ben aan het kijken wat dat we gaan nu gaan doen. Of welke kaarten dat ik nog kan gaan gebruiken. Ik had mijn nieuwe nog niet uit de doosje gehaald. Voilà, wat zijn extra boodschappen voor vandaag? Wil je een persoonlijke reading of een channeling? Omdat je met een aantal vragen zit en je vindt niet onmiddellijk antwoorden in de collectieve readingen of collectieve video's, dan kan je altijd jouw reading reserveren via mijn website. De linkjes staan onderaan deze video. Mijn eerste zien. Oké, okay, dan hoor ik dus genoeg. Dan gaan we zien wat dat de boodschappen zijn. Deze hadden we gisteren ook. Voor diegenen of diegene die de video gezien hebben. Wat hebben we? Bringer, the sun. The bringer of life. Ego, purpose for pride. Will fullness, success, reason over instinct, self-realization, vitality, directed, creative identity and the sun. Dus we hebben hier vuur, we hebben hier water, we hebben hier lucht en we hebben aarde. We hebben eigenlijk de 4 elementen. En dit is de whip. Met argumenten, anger, abuse, painful tension, fighting, doing it again, repetitive, snapped, driven, faster, get cracking, kinky, sex. Likely it's developing the moon. Belangrijk misschien voor sommigen die een tijdsperiode hadden, dus tussen 6 en 9 maanden gedurende de winter, dus vanaf hier staat er van februari 22 maart tot 21 maart. Maar dat is het seizoen van het teken wanneer dat vissen is, ja. Maar dus de winter is eind dit jaar tot ergens maart. Ja, eigenlijk einde van met vissen. Laat me zien. Neptunus is ook de planeet van overvloed. Dat is ook te maken met dat water. En dat is iets waar je ook eigenlijk moet bewust zijn. Dat niets in dit leven is standvastig. De enige zekerheid dat je ooit zal hebben, is het feit dat alles gewoon fluïde is, vloeibaar is. Het gaat constant stromen. Het is ook niet zo dat je zegt van, oh, ik ga nu één keer heel goed inademen. En ik ga dan niet meer uitademen, want straks is er misschien geen lucht meer.
Dat klinkt zo absurd als je dat zegt, maar dat is ook hoe dat heel veel mensen omgaan met alles in hun leven, met geld, met voedsel. Ik heb het soms zelfs met mijn kinderen. Als ik bijvoorbeeld iets lekkers ga halen en er is bijvoorbeeld de laatste pannenkoek, zeg maar iets bijvoorbeeld. En dan is van, ja, maar de pannenkoek is dan op. En dan zeg ik altijd van, ja, maar ze zijn er nog. We kunnen er nog bakken, er kunnen er nog bij de bakker zijn, er kunnen zijn er nog in de winkel. Het is niet op, er is geen tekort aan pannenkoeken. Maar dat is ook hoe een heel mooi en duidelijk voorbeeld hoe het tekortbewustzijn zo vast zit in ons systeem, zo vastgeroest zit in ons systeem, dat we er eigenlijk zelfs gewoon niet bewust over zijn. En dat is hetgeen wat we eigenlijk hier ook een stuk zien. Van ga naar binnen en wees eerlijk met jezelf en verzamel informatie. Bekijk alle elementen in je leven. En dat gezegd zijn, als je echt daar ook meer wil over weten, over hoe dat manifestatie werkt en hoe dat je het kan gebruiken voor je eigen manifestaties en je eigen bewustzijnsproces, dan nodig ik jou echt uit om de cursus Manifesteer met alle elementen te gaan aanschaffen en te gaan bestuderen. Omdat daar heel veel inzichten zijn die ik nog nergens anders gedeeld heb. Daar zit er ook een formule in rond manifesteren, zodat je weet van oké, dat heb ik nodig om iets te gaan manifesteren. Er zijn ook praktische voorbeelden, er zijn ook leuke tools in verschillende manieren waarop je kan gebruiken voor je manifestatieproces, afhankelijk van wat je leuk vindt. Maar dus, het is belangrijk dat jouw vuur, jouw water, jouw lucht en jouw aarde ook samenkomt en samen afgestemd is op jouw kristal, wat dat jouw ziel is, jouw energie is. En zolang dat er ergens een element uit balans is, en let op, de cursus Manifesteren met elementen gaat niet alleen maar over de natuurelementen, het gaat over alle elementen die te maken hebben met manifestatie. Maar zolang dat er ergens een blokkade is en de energie van aarde, of van lucht, of van de vuur of water niet volledig kan stromen en dus niet vloeibaar is, dan ga je jezelf saboteren en ga je de dingen moeilijker maken dan dat ze zijn. Misschien wat we hier aan kunnen toe. Was ik bijna ze weer allemaal kwijt. Misschien moet ik zo doen. Ja. En besef ook dat je zelf kan kiezen wat dat er tot jouw realiteit behoort en wat niet. Je kan zelf aangeven van dit wil ik tot mijn... deze ervaring wil ik toelaten in mijn energieveld, in mijn beleving en dit niet. Wat hebben we? We hebben de land between. En dat ook weer mooi aangeeft dat je tussen in twee verschillende soorten enerzijds dat je twee verschillende wegen hebt om naar hetzelfde doel te komen. Maar anderzijds ook dat je op een tussenperiode zit. Vaak noemen ze dat in de spirituele de void, de leegte. En die leegte is ook nodig, hiertussen, om uiteindelijk iedere keer tot een hoger niveau te komen. Daar heb ik gisteren ook uitgelegd, zeker wanneer het gaat over tweelingvlammen. Dan is het belangrijk dat je niet bang moet zijn, of niet bang, maar er is zelfs geen angst, maar het is niet nodig om angst te voelen wanneer het gaat over een connectie die voorbestemd is. Integendeel, dan is het zelfs vruchtbaar om regelmatig de koorden door te snijden. Vooral omdat je de toxische koorden doorsnijdt. Omdat je de koorden doorsnijdt die gemaakt zijn vanuit afhankelijkheid vanuit wonden. En dan kun je iedere keer upleveln. Iedere keer naar een hoger niveau gaan. Iedere keer naar een hogere tijdslijn gaan. En van daaruit dan weer gaan verbinden. Divine Matrix zegt ook hetzelfde. 44 en 33. Dus waarschijnlijk dat die mensen die kijken ook in een... te maken hebben met een of andere diepe zielsconnectie, tweelingvlammen of niet, maakt niet uit, wat dat er met jou resoneert. En dus, ears wide open, hou je ogen en oren goed open, want het universum hou je altijd kleine signalen en synchroniciteiten geven. En daarom zeg ik ook altijd die mensen die zeker in het spirituele ondernemerstraject zitten, zorg dat jou, jouw eigen human design kent.
mensen die met mij samenwerken, dan geef ik daar ook extra uitleg over. Omdat we het dan ook kunnen toepassen van wat is mijn natuurlijke flow van mijn energie, waar ben ik nog geconditioneerd en op welke manier kan ik dat zodanig gaan transformeren dat ik echt vanuit mijn natuurlijke flow moeiteloos gaan kan manifesteren. Omdat wanneer je dat weet, en dat is wat ik daarnet ook gezegd heb, ik ben een manifester met een spleen authority. Dus wanneer dat mensen vragen stellen, of wanneer dat ik voor situaties kom te staan, dan weet ik in een instant split seconde of dat iets goed is of niet goed is. Of dat iets ja of nee is. Of dat iets wat dat mensen mij vertellen, of dat dat klopt of niet. Omdat dat mijn energie is die daarop reageert en dat weet. En dat is ook een deel waarom ik gemakkelijk kan gaan channelen. En boodschappen ontvangen en overbrengen. Maar dus iedereen kan het. Maar je moet ontdekken en weten wat dat jouw unieke manier is om boodschappen te ontvangen. En dan wat vervolgens jouw... ik ging zeggen jouw taak is, maar dat bedoel ik niet. Maar wat dat jouw natuurlijke energie is om een bijdrage te leveren vanuit jouw energie aan de wereld en aan het collectief bewustzijn. We gaan nog eens de boodschappenkaartjes. We gaan boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Het eerste wat ik al hoor is, laat anderen niet bepalen wie dat jij moet zijn of mag zijn. Voor mij ben je meer dan goed genoeg. En ik ga dit binnenkort aan jou tonen. Een andere boodschap is, deze gevoelens overweldigen mij, waardoor ik bang word. Soms loop ik soms weg van jou door die dingen. En dat is ook zo. De mannelijke energieën worden zo getriggerd in de manier waarop dat ze in het leven staan. De manier waarop dat ze naar het leven kijken. Rond hun onzekerheden en rond hun angsten. Dat het voor hen gemakkelijker is omdat die macho kant, die ego kant, om het zo te zeggen. En dat kan ook bij vrouwen die de mannelijke energie in zich dragen. Hè. Dat het gemakkelijker is om te blijven gedragen en te blijven doen vanuit die persoonlijkheid dat ze zichzelf hebben aangeleerd om zichzelf te beschermen, want het is een copingmechanisme, dan eerlijk te worden naar jou en eigenlijk te openen naar jezelf. Dus weet en zie dat ook. En laat hetgeen wat ze jou vaak zeggen niet twijfelen, niet ervoor zorgen dat je gaat gaan twijfelen aan de dingen die je voelt. Union is an energy, not a physical construct. Even when we aren't together, I feel our union. En dat is inderdaad heel waar. Zo, want om een voorbeeld te geven, mijn tweeling Vlam en ik zelf, wij zitten meer dan 5000 kilometer van elkaar. En toch zijn wij er iets in union. Waarom? Omdat union gaat altijd in eerste instantie. Ik heb dat al 1000 keer gezegd en ik zal het nog oneindig veel keer zeggen. Union gaat altijd over eerste instantie over de eenheid in jezelf. Eenheid waarin dat je geleerd hebt om vanuit je mannelijke gezonde, dus geheelde mannelijke energie en je eigen geheelde vrouwelijke energie te gaan werken. Je leven hier vorm te geven. En al de dingen die je doet, de dingen die je zegt, hoe dat je denkt, eigenlijk alles. En dat betekent ook dat wanneer jij dat hebt, dat dan de volgende stap eigenlijk is dat jouw tweeling daar ook te komt. En pas dan, wanneer dat gebeurd is, dan gaan jullie in staat zijn om samen te komen in energie. En niet constant getriggerd te worden en weer weg te lopen. Dan gaat het mogelijk zijn om een open communicatie te houden. Dat is het moment waarin je merkt dat jouw tweelingvlam, zeker de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie, gemakkelijker gaat zijn. En inderdaad hun hart gaat openen voor jou, maar ook voor liefde. En ook vooral voor zelfliefde. Want heel veel mannelijke energieën die houden niet van zichzelf. Die vinden dat ze niet perfect genoeg zijn. Die vinden dat ze niet goed genoeg zijn. Daarom duwen ze de vrouwelijke energie ook vaak weg. Maar net daarom is de grootste sleutel in een dergelijke diepe zielsconnectie. Is zelfliefde. Is focus op jezelf. Werken aan jezelf. Die eenheid brengen in jezelf. En dan gaat het zich sowieso weerspiegelen. Boodschap van de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. Ik verlang voor jouw kussen en jouw touch, jouw aanraking. En geloof mij,
Als jij dat verlangt, dan verlangt jouw mannelijke energie dat ook. Ook al gaan ze dat in het begin zeker nog niet erkennen of zeggen. Of misschien wel in de eerste, hele eerste periode, honeymoon fase, zoals ze het zeggen, dan misschien wel. Maar dan gaat er een periode zijn dat ze dat niet meer zo gaan zeggen. Vrouwelijke energie naar mannelijke energie. Please contact me. I may not respond, but knowing you care opens my heart. En dat is heel, 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 heel correct. Dat was een van de dingen die ik, dus door het feit dat we zo ver van elkaar wonen, wel altijd heel consequent in was. En dat ik ook altijd heel duidelijk gezegd had naar mijn tweelingvlam. Ik had gezegd van, ook al reageer je niet op mijn berichten, ik weet dat je ze leest. Op een bepaald punt heb ik wel gezegd tegen hem van, kijk, als je een gedurende dag of twee mijn berichten ongelezen laat of mijn berichten leest, maar niet antwoordt, dan weet ik dat ik jou ruimte moet geven. En dan pas ga ik je terug opnieuw sturen van zodra dat je mij een antwoord gestuurd hebt, dus dat je zelf weer stuurt. Omdat het in onze connectie belangrijk was dat hij voldoende ruimte kreeg om te leren omgaan met die gevoelens en die emoties en een aantal zaken in zijn leven op orde te zetten. Maar dus weet dat, ook al gaan ze het niet duidelijk laten merken, dat ze wel, het doet iets met hen. Gewoon het feit dat ze regelmatig door de communicatie, door de berichten of door de gewone berichten te herlezen, dat ze weer met jouw energie kunnen verbinden en zich weer kunnen geliefd voelen. En het is net dat dat ervoor zorgt dat ze door hun eigen proces ook kunnen gaan. Ook een hele belangrijke. Alsjeblieft, stuur mij energetische ondersteuning. Gebruik de frequentie van liefde om mij omhoog te tellen, omdat ik jouw hulp nodig heb. En ik heb dat ook al regelmatig gezegd. Zeker als jij de vrouwelijke energie bent, dan ga je soms merken dat je bijvoorbeeld plots moe voelt of gefrustreerd voelt of dat je tegen dingen aanloopt rond geld bijvoorbeeld of plots dingen waar je vroeger geen probleem mee had of dat het een tijdje goed ging en dan plots weer niet, dan is het belangrijk om heel bewust te gaan zeggen van ik transformeer alle energie die niet van mij is en ook heel bewust te zeggen van ik transformeer alle energie die van mijn tweelingvlam komt maar dat hij op dit moment nog niet zelf kan gaan transformeren. En dan stuur je uiteindelijk de getransformeerde energie terug als liefde. Mijn tweelingenvlam en ik hebben daarin ook al heel veel geëxperimenteerd en gedaan. Dat is superkrachtig. En zeker wanneer je dan, bijvoorbeeld als je kan bellen, of als je gewoon ook samen bent, als je dat combineert met focussen op je ademhaling, dan ga je ook zien dat, wat dat de kracht van dergelijke connectie is. Zo, ik ga het hierbij laten, want ik kan nog uren door vertellen over tweelingvlammen en connectie. En ik ben ook van plan om dat meer en meer te gaan doen. De kaarten zijn daar al eigenlijk een hele goede hulpmiddel in om een stukje te gaan leiden. En om duidelijk aan te geven wat dat er nodig is in het collectief om gedeeld te worden. Want er is zoveel om te delen dat ik ook jullie niet wil gaan overweldigen natuurlijk. Zo, dat was het in deze video en ik zie jullie terug in een volgende video. Dag!